We gaan de Dilemma Macarena doen. Ondertussen weten jullie hoe de Dilemma Macarena gaat. Want dus jullie moeten een minuut lang de Macarena dansen. Ondertussen krijg je dilemma's van Marcia. En die moeten jullie dan proberen te beantwoorden. Okay. Of zo snel mogelijk alleszins. Ik denk dat we het om beurt gaan doen. Hè? Ja, dat is misschien wel het leukste. Hè? Moeten we de Macarena nog eens heel even oefenen? Ja, misschien wel. Het is al lang geleden. Dus het is eerst rechterarm, linkerarm. En dan omdraaien. En dan op kruisen. Achter het hoofd. En dan de poep en dan shaken. En de draaimatje eraf laten, want anders horen we jullie niet meer. Mieke, kom iets dichter bij de microfoon. Ja. Heel goed. En dan zullen we aftellen, Marcia. We zullen aftellen, Vincent. 3, 2, 1, start. Lieve, zelf koken of iemand die voor je kookt? Zelf koken. Mieke, Bruggen of Antwerpen? Antwerpen. Lieve, vliegtuig eten of ziekenhuis eten? Geen van beide. Nee, je moet kiezen. Vliegtuig eten. Alright. Mieke, pizza of pasta? Pasta. Lieve, joggingbroek of een hoodie? Joggingbroek. Mieke, alle talen kunnen spreken of met dieren kunnen praten? Alle talen kunnen spreken. Ah, obviously. Lieven, altijd weten wanneer iemand liegt of zelf kunnen liegen zonder betrapt te worden? Oh, zelf kunnen liegen zonder betrapt te worden. Daar ben ik niet goed in. Dat kwam er vlotjes uit. Mieke, een prinses of een zeemeermin zijn? Een zeemeermin. Lieve, geen smartphone of geen internet? Geen internet. Mieke, toekomstige echtgenoot of je toekomstige kinderen kunnen zien? Toekomstige... Ja, dat is moeilijk. Kinderen. De kinderen, alright. Lieve, de slimste of de knapste zijn? Slimste. Mieke, de lotto winnen of dubbel zo lang leven? De lotto winnen. Van alle gasten die hier al geweest zijn, hebben jullie het mooiste Macarena gedanst. Onvoorstelbaar. Yeah. Ik heb vooral ook begrepen, Lieve, dat hij liefst zelf kookt in plaats van dat iemand anders voor jou kookt. Ja. Ik vind dat raar, want dan wil je niet dat je zus voor jou kookt. Oh, als mijn zus mag koken, liefst mijn zus. Oké. Is someone listening?